Zeg Peter, ja. Een vraagje. Zou je juist nog onze intro kunnen inspreken? En nu wil jij waarschijnlijk dat ik zeg, is dat verplicht, Aline? He? Ja, het is al goed. U luistert naar de Protpot. Alles geven, hè? Welkom bij de Protpot. Ik ben Christophe. Ik ben al van in begin grote fan van Thailand. En ik ben Eline, ex-collega van Christophe, en wij konden vroeger op het werk niet zwijgen over Thailand, dus nu gaan wij een beetje verder babbelen. Ja, en vandaag gaan we het hebben over de derde aflevering van de tweede seizoen van het Thailand dus, en de titel daarvan is de NV Dreads. Goh. We gaan het vrij veel over klakjes hebben en over petjes en zo. En over pijlen. En over pijlen, ja. En dat doen we niet met ons twee, maar we zijn vandaag nog maar een keer met drie. En het is voor de luisteraars van in het begin, of de mensen die recent alles gebinged hebben, zal het wel een bekende stem zijn. Gert is nog een keer terug. Dag Gert. Hallo, Gert van in het begin hier. Wauw. Ja, wow. Ja, familie van Peter. Ja, we hebben elkaar nog niet echt ontmoet. En nu trouwens ook niet echt, want Eline zit op afstand. Ja, nee, het is de eerste keer dat we elkaar zien, hè. Ik ga er nog altijd vanuit dat Eline een vorm van artificial intelligence is, dat je eigenlijk niet echt bestaat. Maar. Ja, net niet imagineer. Ja, Eline zit er helaas niet bij. We zijn nog een klein beetje ziek, maar we zijn toch blij dat we... Ja, want we zijn niet met drie, we zijn met vier. Corona is toch ook bij. Ja. Maar we zijn blij dus dat ja, we ik toch... Hoop, ik weet niet, misschien dat de echte kenners horen dat ik iets anders klink of zo, ik weet het niet. Maar ik had af en toe wel een keer rusten en zo. Want ik had wel zwaar gehad. Precies. Ja, hopelijk ga iedereen dat wel kunnen erbij pakken. Ja, ik ben geen anti-vaxxer, dat wil ik ook wel eens zeggen. Ja. Ik ben dus gevaccineerd. Ja. Maar toch, ja. Toen had het juist te pakken, ja, want het had ik lang gepijst, want ik had helemaal niet krijgen. Ik zit er nog altijd in, ik heb nog altijd niet gehad. Was. Ja, kijk, maar om duur begin dat te denken en denk zo op... Ik kan er allemaal tegen en patat. Nu ben ik wel een halve pannen. Ja, het er wel vrij van nog gelijk, hè? Ja, ik heb er echt... Maar heel de familie beter. Ook. Het is de eerste dag dat beter. Ja, mijn hele familie ook heel gezellig. Met twee kleuters. Ja, Gert, jij bent 2 jaar eruit geweest. Je hebt meegedaan in het begin met de Protpot. Zullen de mensen weten, Gert heeft 7 afleveringen meegedaan in totaal. Ja, wat is er in de tussentijd gebeurd? Ik ben ontvoerd door buitenaardse wezens die mij eigenlijk onderwezen hebben in de geheimen van het universum. En hebben ze ook maar nu ben ik een man, maar ze zijn mij beu en nu ben ik terug. Oh. En hebben ze ook wat meer over Sinalco geleerd? Nee, niet echt. Niet echt. Ze kennen dat daar niet. Ze houden meer van Britse humor daar bezig. Oh, ja. Ja. Dus ja, we zijn benieuwd ook voor deze aflevering. Ik denk dat veel mensen dat wel een keer wijs vinden dat je toch een keer terugkomt. Het is niet de bedoeling dat we... met veel plezier, ja. Ja. Het is niet de bedoeling dat we vanaf nu alles met drie weer gaan doen. Maar zo ene keer, hè, een comeback, dat is wel wijs. Comeback, yeah. Alle goede comebacks bestaan uit drie, hè. Ah ja, dus misschien nog een keer, hè. Maar het is dan tijd voor de trivia time. Het eerste puntje, moeten we de krant De Standaard even bedanken dat ze ons hebben vermeld. En, ja, ze stuurde dat door. Ja, we stonden daar zo in. We werden gemeld bij, dat wij een onderdeel zijn van een nieuwe trend die in Amerika langzaam groter aan het worden is. En wie weet hier ook. Dus dat gaat namelijk over de, het heeft zelf een naam, de Rewatch Podcast. Bakt moeilijk. De Rewatch Podcast. En dat gaat dus over het feit dat er dan series, meestal al wat oudere series, dat je die aflevering per aflevering, dat die dan in een podcast te horen zijn met humoristische commentaar van fans. En met soms een optreden van de cast. En dat is echt de definitie van ons, hè? Dat is effectief wat wij dus doen. En dus in Amerika... Kijk, ik heb uiteindelijk ook nog een podcast van Seinfeld achter gedaan, hè. In Amerika zijn nu zo de effectieve... de producers zelf daar ook opgesprongen. En zijn er nu zo ook zulke podcasts die echt van de... Hoe zeg je dat? De makers zelf. Ja, dat is bijna dat zo zelf achter te zitten. Zo die... Toch niet Larry David zelf, of... Nee, die niet, maar ja, ik weet niet wat dat allemaal is. Maar ja, The Office heeft dat ook, hè, US. Onder andere, ja. Ja, die twee, dus ja. De Spam en Angela.
hosten dat dan. Ah, die hosten dat echt? Ja, ja, dat is echt een allee, het is naaks een podcast, ja. Mo. Hmm. Oh. Ja, dus als je dat artikel moet geloven, zijn wij toch een klein beetje een deel van de pioniers, hè. Ja, en zij iets vergeten? We staan ook in zo'n super raar artikel van een P-magazine. P-magazine heeft ons ook vermeld, ook juist van dat week. Dat nog bestaat trouwens, ik wist dat totaal niet. Ja, obscure weetjes over series. En dan een van die weetjes is dat wij bestaan. Oké. Okay. Zeer obscuur. Ja. Ja, daar zijn we ook vermeld geweest. Ja, en we hebben een bericht gekregen van een luisteraar die dacht dat wij op Twitter een account hadden gemaakt, de Protbot. Maar nee, hij had dat zelf gemaakt. En hij had ook al, de maker van de Protbot had ons eigenlijk ook al zijn Twitter-account doorgestuurd. Hij had voor reclame te maken. Sorry. Ja, ik heb gelijk, Christophe. Ja. En dat is dus een Twitterpagina, hè, met eigenlijk dagelijks een quote, een cadeau van een quote. Dus at D, prot, bot, en dan met een B en een T, in plaats van bij ons met een P en een D. Heel moeilijk allemaal. Zo slecht uitgelegd. Ja, het is gelijk een robot die zo dagelijks een random quote van het eiland post. En dat is dan op Twitter, kun je dat volgen, en dan krijg je dagelijks een quote uit het eiland. En dat zijn wij dus niet. Dat is iemand anders die een initiatief heeft genomen. Hè. Het zijn complexe tijden, en dan zeggen ze dat spelling er niet meer toe doet. Amai. Maar ja, het is een woordspeling ook, hè. En prot, bot. Dat had ik door, ja. Sorry. Ja, en dat, ik had dat is dan ook bijna een robot. Dat was ironie, Dat was ironie, Christophe, ja. Ja. Ah, de aliens hebben mij dat geleerd, dat. Ja. Wow, dat doet mij wel denken aan... Dat is dan eigenlijk een beetje een soort scheurkalender. Ah ja, ja, eigenlijk wel, ja. Zo, iedere dag een quote van het eiland. Er zou ook nog iets in zitten, hè. Ik heb er wel zitten op pijzen, een scheurkalender van het eiland, maar iedere dag een quote. Dus het pijzen, 366 quotes, dat is veel. Ja, maar, ik denk dat rap aan. Daar graag er wel aan. Maar als je dat opdeelt, het zijn 13 afleveringen, dat is minder dan... Ja, dat is per maand al zeker één. Dus dan moeten 30 quotes uit één aflevering, dat gaat, hè. Wij kunnen dat. Ja. Of een Pictures You Can Hear. Zo, 365. Dat is moeilijker. Bij ieder quote hoort toch een afbeelding? Dat kan toch? Ja. Ja, dat is copyright. De propos. Ja, daar gaat me niet aan. Daar gaat me niet aan waar. En dan hebben we nog gewoon nog een oproep, hè. Voor, spannend. Het is de laatste keer dat we een oproep kunnen doen voor luisteraarsvragen te stellen aan Free en Liesje. Want we gaan er volgende week naartoe, in real time. De echte. Dus je kunt eigenlijk tot 14 februari, Valentijn, kunnen je vragen stellen. Ja, en dat is de dag dat dit hier, deze aflevering uitkomt. Hè? Oh, sorry. Dus als je dit hoort op een van de eerste dagen, nou, dan kunnen we luisteren, kunnen nog rappen. En alstublieft, doe dat, want we willen zeker goed veel vragen kunnen stellen aan Jeroen van Dijk en aan Anne Miller. Ik ben er trouwens wel vrij zenuwachtig voor. Ik ben zo stom geweest van naar Twee Zomers al volledig te bingen. Ja, nee, kijk, ik heb dat dus uitgesteld, hè. Anders ben ik veel te starstruck. Oh, ik werd iedere keer zenuwachtig als Anne Miller in beeld kwam. Ja? En die speelde echt goed, hè. Ja, natuurlijk. Twee Zomers is het controversiële. Als het niet voor iets is, het tegen iets of omgekeerd gegeven. Ja. Ja. Zo van, is alles zwart-wit of bestaat grijs ook, die serie. Ja. Ja, maar ze speelt daar ook weer zo in. Als je aankijkt, dan pijst ze zo gelijk altijd van wat ze hij nu aan het doen. Ze heeft dat veel, hè, bij haar rol. Ik pijst ook dat ze zo naar ons gaat kijken. Wat is dat dan, Christophe? Is dat ondoorgrondelijk of wat wordt... Wie? Anne Miller? Ja. Haar blik. Want ze kijkt dan zo, maar... Ja, afkeurend. Nee, afkeurend. Zo een beetje spottend. Er zit nogal rap iets afkeurend in haar blik, bij alle rollen dat ze speelt. Zo, ja. Ja. Zo van, doe maar een keer normaal, jong. Of zo iets tussen afkeurend en ontgoocheld, eigenlijk. Want zo gelijk in Loft, bijvoorbeeld... Daar heeft ze ook zo'n rol, hè. Dus iedere keer als ze in beeld komt van, Ah, ja. Maar dan is ze de vrouw van Sammy, zeker? Nee. Dat is niet waar. Een pijs van Koen de Bouw. Dat koppel is daar. Oh, ik weet het te lang geleden.
Oké, okay, en dan hebben we nog een leuk bericht gehad van de luisteraar, ja. Van Eli. En die was dezelfde IT'er van Woestijnvis ten tijde van de opnames van de twee eilandseizoenen. En hij heeft ons ontdekt en hij vindt dat dus een serieus leuke throwback om naar ons te luisteren. Zo, zonder dat we het echt bedoelen, bezorgen we blijkbaar wel vrij veel luisteraars nostalgische gevoelens. En ja, zeker zo. En dan over de website van Sinalco wordt hij nog iets kwijt. Ja, hij wordt nog een paar leuke anekdotes kwijt. Hij wordt ervan zeggen dat ze dus zodanig snel dat in elkaar moesten steken dat ze gewoon een andere soortgelijke website hadden gepikt en daar gewoon wat woorden hadden veranderd en zo. Een website. Ja, maar ze hebben daar dan een mail met juridische dreigementen over gekregen. En ze hebben dan nog veel sneller iets moeten in elkaar steken. En daardoor is die website van Sinalco eigenlijk niet echt een website waar hij op zich vrij fier op is, maar hij staat dus wel nog uit online. Schitterend. Oh, zalig. En had hij ook niet geschreven dat de wissel waarschijnlijk op hem gebaseerd is, dat hij dat vermoedt? Ja. Ja. Dus ja, hij was een van de vier IT'ers toen van Woestijnvis. Jan Edels zal hem wellicht wel een beetje op alle vier wat gebaseerd hebben. En hij ziet toch wel wat trekjes van zichzelf in de wissel voorkomen. En hij komt ook zelf in beeld in de aflevering die we nu bespreken trouwens. Ah, ja? Ja, maar niet nu, maar wel in deze aflevering. Ja. Maar het zal niet in onze protpot-aflevering zijn, het is later. Ja. Maar hij gaat er wel in komen. Tof. Dat is een man die tevreden kan sterven. Ja, dat zal wel. Ja. Alleen gaan wij over naar de eilandisme, zeker? Ja. Moet ik beginnen? Ja, bij Ja, bij ons was het gewoon zo op een dag. Ik ben speciaal thuisgebleven, want er stond een grote boom, een grote wilg in onze hof en die moest een keer gestoeid worden. En toen is iemand komen snoeien en ik moest helpen met zo vooral de zwaardere takken naar beneden te takelen. En, zo. En dan kwamen de eilandismes de een achter de andere. Hè. Dus eerst was snoeien, hè, de oude takken eraf. En dan moest ik eigenlijk met die musketons, het was allemaal met touw, met musketons en al. En dan zat ik natuurlijk direct aan die werkveter te pijzen. En op een moment had ik meer touw dan een andere keer, dus dan moest ik toch zeggen van ik heb meer touw dan daar straks. Ook al vond niemand dat grappig. En spijtig genoeg is het ook nog een keer geëindigd met een wegsfeermomentje. Want ik heb in de hakselaar verkeerde olie gedaan en die hakselaar is kapot gegaan. Oh nee! Ja, dat was wegsfeer. Wat een avontuur. Ja, allemaal op één dag. Oh, shit, joh. Het is een paar weken geleden, toen we nog allemaal elkaar gezond waren, zijn we naar Twin gegaan. En zoals je wel weet, kunnen we daar zeer ver kijken. En we zag daar... Een torenvolk gezien. Dus. Nee. In de verte ziet hij zo katzand. En ik ben zo aan het wijzen en aan mijn oudste zoontje aan het vertellen van ah ja, kijk, en daar is het strand en is katzand. En hij zo, maar waar? Ik zeg, ja, daar. Maar waar? Ik wil zien wat jouw ogen zien. Ik zeg, wacht, ik zal het eraf nemen. Ja. Ik ben blij dat ik dat bij u terecht kan. Ja. En ook op dezelfde dag heb daar dus zo een cadeauwinkeltje. Mijn ouders waren dus mee. En ja, grootouders en cadeauwinkeltjes en kleinkinderen. Die kinderen gaan natuurlijk niet zonder cadeautje naar huis. Maar ik vind altijd aan tand. Dan die kinderen altijd zoveel krijgen. Allee, wij zitten daar toch mee thuis. Ze kijken dan van één dag naar een rachter blad ergens in een kist. En ze hadden elk een vergrootglas gekregen. Mega bizar, een kind van twee en een kind van vier met een vergrootglas. Maar goed, in één keer staan ze daar al twee, mijn vergrootglas in de verpakking. En mijn man kijkt naar mij en zegt, oeh, wat is dat nu? En ik heb gewoon mijn handen omhoog gedaan en zegt, niks mee te maken. Ja, maar hij wist natuurlijk wel al laat dat was dat van mijn ma en mijn pa. Ja. Maar ja, allee, daar dienen grootouders voor, zeker. Ik heb al meer met ene maat die zo altijd... als we zo weg zijn, hebben ze allemaal met kinders. En hij springt op alles. Allee, al die stomme dingen dat hij nu juist zei. Is dan zo'n moletje waar de geld moet insteken. Allee, dat was het al vroeger. Onze kinderen zijn nu wel er allemaal tijd voor.
Ja, en hij zet dan zo direct al alle kinderen erop en stikt er dan al geld in. Voor zo alles van die dingen ook zo. Maar hij had het altijd. Ja, maar hij zette zo'n trend, snapte? Ja. Dat stond, ja, mijn grootouders dat dan niet zo, maar ja. Oké, Gert, ik heb nu gevraagd om ook een eilandisme voor te bereiden. Ja, ik heb er lang en breed en diep en na over gedacht. En met dat ik dat zat te denken aan het eiland, wat ik altijd zo magisch vind, vraag me niet waarom, aan het eiland zijn die toiletdialoogskes zo. En Alain en Sammy vooral. Voilà, Alain en Sammy. Voilà, en, ja. en ik heb ook ooit zo'n moment gehad. Het is misschien ook omdat het MeToo-verhaal nu zo topical is tegenwoordig. Dus ik heb eigenlijk een beetje een toiletmomentje gehad in mijn studies, nota bene, met en eruit gaat nu allemaal over figuren, patriarchale figuren van macht of zo. Hè. In het begin dat ik Engelse literatuur volgde op Tunief, was er echt een legendarische prof. Ik ga zijn naam niet vernoemen. en die persoon intimideerde mij, omdat hij zeer veel te vertellen had. Een zeer, zeer, zeer wijze man. Hè. En er was een piepklein toiletje naast de ruimte waar wij dan praktische oefeningen hadden of zo. En op een keer, de vrijdag na mijn dinges, ga ik daar op mijn gemak een plasje plegen. En de deur gaat open. Wie komt er naast mij staan? De grote prof X, zwijgend, doet hij zijn ding, doe ik mijn ding. Ja, niks speciaal. Nu, de week daarachter heb ik weer praktische oefening. Die mens staat daar weer. Er zit ze van, shit, hè? Echt zo'n heel klein kotteke. En je zegt van, ja, moet ik nu goeiendag zijn? Dat was een moment dat er nog echt respect voor proffen was. Dus ik kijk zo'n beetje in zijn richting en hij kijkt zo echt heel doordringend naar mij. Het is volledig een spel van ogen en gelaatsuitdrukkingen. In ieder geval, ik denk van, die mens gaat mij vragen van, en zit jij in mijn les of dit en dat? Maar die kijkt zo naar mij, die wacht echt zo met een heel veel betekenende timing en wacht even en zegt zo gewoon van, we must stop meeting like this, you know? Allee, dat is een simpele zijn dan. Maar piemels komen er hier niet. Niet alle MeToo-momenten hebben met piemels te maken. Is misschien de diepere laag van mijn anekdote. Maar dat is toch wel een beetje de meest eilandachtige dingen die ik ooit meegemaakt heb in een toilet. En bij die toilet zijn dus van Thailand, pijs hij dan daaraan? Dat voert mij terug naar die teren. Dat was een ander moment. Ja. Oh. En zijn er dan gestopt? Mooi. Is dat nog voorgevallen daarna? Ik ben hem nooit meer tegengekomen. Ik heb ook geen klacht ingediend en ik ben er eigenlijk helemaal niet door getraumatiseerd. Eerder door gecharmeerd. Ja, maar dat was bij ons ook, hè, met die toilet op de gang zo. Zo'n awkward moment, ik daar gewoon in de lucht. Ja, maar een van de twee vrouwen, dus ik had daar heel last van. Nee, maar in de gang zelf en zo elkaar tegenkomen. Gewoon die gang zo. En zo die stilte momenten en zo en al. Ja, dan loopt ze samen in de hand, per ongeluk een meter achter elkaar. Ja. Ja, het zou zijn, volgens mij hebben we dat al gehad. Ik heb dat nog achteraf zitten over pijzen. Ik weet dat we ze al gehad hebben. Met Sammy, die denkt dat Alain op het toilet zit en hij begint al te babbelen, maar Hans komt buiten. Ik zie Guido zo gelijk krap. Het is Hans. Is Alain bij u? Nee, dat kan niet. Maar dan zit ik te pijs, die twee zitten wel aan hetzelfde eiland, dus die wandelen dan zo gewoon samen terug. Alleen maar we hebben nog eilandismes. We hebben nog eilandismes van luisteraars toegestuurd gekregen. De eerste is van Sandro. Die heeft ons attent gemaakt op een stukje uit de Shotcast, en dat is volgens mij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Van het Nieuwsblad, klopt. Ja, en daar zit blijkbaar minstens een van die hosts, is blijkbaar toch wel een eiland van, want daar kwam dit fragmentje voorbij. Maar ga je het niet Jean zeggen, ik ga Buté zeggen. Ja, dat is vies. Buté is ook een de grote... Jean wissen. mooie referentie. Het was wel een beetje hectisch. Het zijn twee hosts van ze. Allee, twee goed fans, hè? Anders ga je die mop niet maken.
Dus maar, ja, heb je... ja kunt, hij maakt dat ook met die nakslaar. Ik heb dat toch zeg. Zeg dat toch ook. Ja, ik zeg dat wel toch gewoon. Dat is gewoon een weirdo. Leut op mijn nee. Dat is lekker ik in die slaar. Moest ik dat nu zeggen? Lesbisch. Ja, maar dat is dan natuurlijk iets dat nog een extra laag heeft om je in te houden. Jesus. En die had ook een persoonlijkheid anders, hè, Sandro? Ja. Zal ik het voorlezen? Ja. Persoonlijk eilandisme waar ik al lang mee worstel. Mijn vrouw en ik kunnen de naam Michel niet meer zeggen zonder achter te zetten. Zoals Guido altijd... Ah, nee. Ja, ik lees het verkeerd voor. Ik ga opnieuw beginnen, Christophe. Ja, ik ben maar. En even ook nog persoonlijk eilandisme, Sandro, waar je al lang mee worstelt. Hij zegt, mijn vrouw en ik kunnen de naam Michel niet meer zeggen zonder er jong achter te zeggen. Zoals Guido altijd, Michel jong, zegt. We kennen verschillende Michellen en dat is dus elke keer prijs. Ook in mijn gsm staan ze als Michel jong. En hij schrijft ook haar. Nee, dat is niet erg. Ik snap dat volledig. Michel Jong. Michel Jong, ja, dat is een dien. Ja, maar je hebt ook Michel Jong. Dat is ook van, ja, als Frankie zo fier is op Michel, hè, dan krijg je dat ook. Dat is ook mijn jong erachter. Ah, ja, dat is waar. Ja, en dan hebben we nog een meldingsje van Mario gekregen. Dat is ook wel echt een Nederlandisme. Je hebt zo'n programma dat heet In Therapie. Ja. Ja, en... waarbij dat ze dan zo, ja, zo wat, ja, vrij geanonimiseerd dingen tonen. En dan zit ze dan maar heel een tijd gewoon een decor te filmen. En in een decor van een van die therapeuten kwam er zijn dvd-rek en daar stond het eiland toch wel vrij prominent in beeld. Ja, dat is ook wel echt psychologen voor, denk ik. Ja. Moest niet echt zijn. Die mensen. Maar ik kan jullie bevestigen, ik ben psychotherapeut, hè, dat het eiland wel nu en dan een keer in mijn praktijk de gesprekken doorkruist. Is het waar? Ja, want dat zijn dan eilandismen die je niet kan vertellen. Ja, ik kan daar natuurlijk geen dingen over delen, maar het leeft bij de mensen. Kunnen we wel zeggen welk personage dat het meest passeert? Nee. Nee? Nee. Ah ja. Maar twee dingen komen terug. Wat opmerkelijk is, is twee dingen komen terug. The Office en het eiland. Allee, zo, The Office komt ook veel terug. Het is zo gelijk één maar dat wol, één wolk. Welke, ja. Dus dat is echt een ding dat bij de mensen leeft. En iets waar dat die reeks enorm goed op ingespeeld hebben. Ja. Hip hoi voor het eiland. Ja, want bij ook, we zijn nu de week van Step It. Dus van tegen pesten, maar het is wel vooral voor kinderen eerder wat die campagne zeggen. Ik denk dat ze daar ook Thailand weer gaan bovenhalen. Wat dan niet wat bij kinderen? Nee, niet bij kinderen. Ik heb ook nog een leuk polletje gedaan op protputposting op die Facebookgroep. Nee, ja. Want ik had het gezien. Ja, ik heb het gezien. Ja, ik heb het niet geantwoord, sorry. Nee, maar ja, dat was de bedoeling niet. Maar dat is zo gewoon, ja, dat is zo'n Facebook-fangroep, maar het is niet dat specifiek onze luisteraars zijn, maar de doorsnede van die gasten en de doorsnede van onze luisteraars zit wel redelijk dicht bij elkaar, denk ik. En ik heb een keer gevraagd, met welk personage lijkt het meest op jou? En daar heeft toch wel één personage serieus, is toch weer serieus duidelijk gewonnen, hè? Het ja, wat was het? Nee, ja, de Vree. Ah, dus echt, ja, echt meer dan dubbel van de tweede. En de tweede is ook al drie keer zoveel of de derde. Dus de Vree en Frankie zijn eigenlijk de enige twee die er echt overduidelijk uitkomen. Ja, wij zijn de triestige Sammies. Ah wel, ik zat in het diepste geheim te denken van met wie zou ik mee... En ik ben inderdaad aan twijfelen, ja, tussen Sammy en allee, dingske daar toe, de Vijs, Alain, de Vijs van Dam. Dat is zo wat hij situeert in een groep meestal. Ah, in een groep? Nee, ja. Ja, een kruising, ja. Vroeger, hè. Ja.
Het werd stil. Het werd ja, dat zijn twee redelijk triestige personages eigenlijk. Maar wel hilarisch. Want, ja, ik denk dat veel mensen die zich met Frey identificeren, dat zijn waarschijnlijk... Dat is een saai mens. Maar nee, ja, dat zijn gewoon, die zijn waarschijnlijk ook allemaal de jongsten op hun werk en zo. En die snappen zo die irritaties van die ouderen niet zo goed. Ik denk dat dat vooral daarom gaat. En de mensen die zich met Frank identificeren, dat zijn dan... Die vullen de lolbroeken. Ja. Maar dat zijn slechtste. Ja, dat gaat niet zijn vanwege dat pestgedrag en zo. En vanwege het feit dat ze goed dieren kunnen nadoen of zo. Ik identificeer mij met Alain van Dam, omdat dat een New Waver geweest is als hij jong was. Ah ja, ja, hij zit van die generatie. En, ja. En met Sammy, omdat hij zeer veel weetjes weet. Hè, zo. Voilà, die torenvalken en zo. Hè. Daar identificeer ik mij wel mee. Ja. Ah, ja. Dat zijn boeiende karakters met diepgang. Ah ja, wij identificeren ons vooral met Sammy, omdat er zo niet veel naar ons geluisterd is. Wat heb je juist gezegd? Ik was niet meer. Sorry, ja, ik was even afgeleid. Ja, zo voelen wij ons. Voordat we de aflevering gaan analyseren, wil ik wel nog even dit zeggen. Vanaf dit punt hier in de opnames ging er iets lichtjes mis met de opname van de stem van Irien. Je gaat horen dat af en toe een keer een woordje een beetje wegvalt. Het is zeker te doen om te luisteren, maar het is misschien soms een beetje ambetant. Onze excuses hiervoor, maar alsnog veel luisterplezier. We gaan eraan beginnen, hè? Ja, we gaan eraan beginnen. Dus we zijn aan aflevering 10 eigenlijk, dus dat is aflevering 3 van seizoen 2. De titel is de NV Dreads. We gaan er vandaag nog niet toe komen, maar het is de eerste aflevering van het tweede seizoen, waar dat er eindelijk een keer veel nevenpersonages gaan komen. Ah ja, denk ik komt ook. We hebben er nog geen gehad, hè? En nog alleen maar Ronnie Ramon had. Maar de Pape komt terug. Maar de Pape gaat komen, Tony Payard gaat komen. Het wordt een heel leuke aflevering. Ja. Maar vandaag nog niet. Vandaag hebben we het over. Gaan we het eigenlijk puur hebben over de rode klakjes, pijsken. Ik wist niet om verder gaan geraken. Dus in deze aflevering. Ah ja, dat script. Ik heb het script doorgenomen. Ook van het stuk dat we nu gaan zien. Er is eigenlijk niet veel. Dus ik heb ook weer het script gekregen. Het is misschien ook wel leuk om nog te vermelden. Van Koen is het nu. Dus niet van Jan Elen. Want het script dat we van Koen hebben gehad. Het is een beetje. Wat blief? De geluidsman. De geluidsman, ja. Ik denk dat het een recentere is dan de vorige. Want er zit geen autoscène voor nu. Ah. Maar ik vermoed dat die er wel geweest is. Maar niet dat het blijkbaar is uitgeschreven geweest al. Wat dat dan doet vermoeden dat die autoscènes wel nooit gefilmd zijn geweest. Denkt hij echt dat elke aflevering een tweede seizoen een autoscène had in het begin? Ja, wel, we gaan daar verder nog naartoe gaan. Hè. Ja, er is er één ingebleven. Hè. Ja, in het begin. Dat is naar de 5 gaan. Ja. Ja. Maar die zit niet in het begin van, een aflevering, maar die had daar wel moeten zitten, want er is nog veel geschoven geweest aan die laatste aflevering. Dus dat ging zo beginnen. Dus daaruit dat ik vermoed dat eigenlijk ook zo geschreven is, dat ze allemaal een autoscène hadden. Maar in deze heb ik in het script er geen gevonden. En dus eigenlijk ook nu is er niets echt vermeldenswaardig. Dus ik heb het er nu ook even niet bij genomen. Wie heeft die verdwenen scène nog ergens op zijn computer staan? De verdwenen scènes? Ja. Ja, dat hopen we dat die er ergens zijn, maar... Ja, we hebben toch al vrij veel doen opduiken, hè. Ja, vrij veel, ja. Zelfs de handleiding van Leslie. Ja, de handleiding van Leslie hebben we ook al gevonden. Ah ja, dat is ook nog geweest, maar dat ga ik misschien tegen dan uitleggen. Maar de rechterkant, dat is zo echt mijn Leslie-ding, maar de linkerkant is gewoon gekopieerd van de thermostaat, hè. Is het echt? Ik kan er niet op letten. Oké, maar we beginnen bij eiland 3. Denk ik, hè? Ja. Ding dong. Goedemorgen, export. Maar alleen. Moeten we dat aandoen? Die klak, moeten die opzetten? Ja, Frey, die moet opzetten. Ja, de Frankie zei dat. Ik wil het ding van niet, of wat? Maar jawel. Welke gaat dat geweldig vinden als we dat allemaal opzetten? Ja, ik denk dat ook, zeg. Ja,
Dus Alain staat daar aan, de, aan dat eiland. En hij komt dus zo binnen op een manier dat ik nu eigenlijk ondertussen geleerd heb om ook af en toe te doen. Want wij hebben ook zo plantenbakken op te werken. Ja, ja, dat is om waar. Zo gelijk dat ze via een deur binnenkomt, terwijl dat ja, open is. Een mimespeler, dus, hè, Alain. Zo denk ik, dat is een mimespeler dat er nog in zit, hè, Alain. En direct toch weer Liesje die begint te temperen, hè. Ja, 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 ja. Ja. Allee, allee. Goh, hè. Maar wat dat mega opvalt in die scène, is dat Linda er mega goed uitziet. Hè? Die heeft superhard haar best gedaan, want die wil, ja, kost wat kost, vrij goed overkomen bij Bucky. Dus die heeft zo'n bloementruitje aan. Haar ogen, ze heeft zo'n lijntje op haar ogen en haar haar is gebrushed en lipstift aan. Had hij dat allemaal gezien of niet? Dat ze, ja, dat ze er fleurig op staat, hè. Ja. Dat is inderdaad, Linda heeft heel seizoen 2 door een eigen verhaallijntje eigenlijk, hè. Ja. Die eigenlijk kan dat zo met je doen. Niet super door de andere verhaallijnen heen gaat. Want het feit dat zij dan zo naar Bucky toe begint, allee en hij speelt ermee, hè, natuurlijk, dat is een schone toevoeging aan de rest, hè. Het klopt ook wel. Maar het zet geen andere dingen in beweging. Ja, en nu gaan ze zoiets zo enthousiast zijn. Ja. Oh. Want we hadden gezien eigenlijk ook al bij die speech in de Schubertzaal dat Linda vrij aangesproken was, hè. Ja. Dat ze dacht, eigenlijk gaat er iets goed gebeuren. Maar zo iemand altijd, hè, bij zo van die motivational speakers, van die coaches. Mm. Zo heb je altijd wel iemand die zo, oh ja, en knikken en rond hem kijken. En, of, dat is precies dan die altijd zijn inhuurt, zo. Want die meen dat echt. Nee, die hebben een doorbraak. Ze noemen dat zo, hè, Gert? Ja, een breakthrough. Een catharsis, ja. Een catharsis noemen ze dat zelf. Wow, en, kijk eens. Een beetje moeilijke woorden ertussen. Ja, ja. Als ik zo nog een keer iets in het Grieks moet zeggen, moet me vragen. En belangrijk te vermelden, want je kunt dat natuurlijk niet zien in de podcast, Alain heeft het klakje, het petje van Bucky op. En de andere drie hebben dat niet op. Nee, maar er komen veranderingen. Ja, dus de Free heeft zijn thuis laten. Ja, zo iedere keer, Free krijgt zo'n elementje, hè. Zo dat lakse, dat ligt er nu alweer thuis. Dus met andere woorden, het gaat alweer niet meer lukken om ze allemaal heen te laten opzetten. Maar had Frank Yvalijn dat niet al gezegd? Ja, de Frank heeft er nog een paar. Frank heeft die dan uit die doos getjoept. Ja, en Linda reageert dus heel enthousiast. Oeh, maar dan moet ik wel eerst even de start gaan maken. Allee, Linda. Dan laat mij nu toch even op een leesje. Goh, jongens. Laat moet ik toch zo doen? Ja. Ik vind dat wijs, hoe dat... Jan Elen dat bedenkt. Dat Linda gaat zeggen, ik moet eerst een staart maken. Ja, ja, dat is een goede vraag. Is dat misschien klopt, een keer... Hè? Ja, dat klopt mega. Dat is echt... Ja, hoe doe je dat? Zoiets laten kloppen. Ja, als je nu een pet geeft... Ja, je moet een pet opzetten die dag. Want ja, ik heb zo geen lang haar. Ja, je moet een staart... Ja, moet je dan een staart maken? Maar ja, ik ga krullen. Dus bij mij is altijd moeilijk. Ja, het balans. En waarom, ja. Maar bij Linda klopt dat. Allee, maar bij Linda toch klopt ook meestal, dus... Maar ik vind dat ook raar hoe dat hij dat beseft. Ik had er nog nooit over nagedacht, ja. Ja, want hij stuurt Linda weg. Maar we gaan nu verder zien in het verhaal of dat ook een functie heeft. Dat ze ook gewoon weg is. Ja. Dus want hij moest een reden hebben om ze weg te laten straf, gaan. Hè? Dan heeft hij zitten denken, oké, ze moet eerst aan tafel zitten, want ze moet enthousiast zijn, dat moeten we zien. En we moeten zien dat ze haar opgedost heeft. Dus ja, en dat ze hoge verwachtingen heeft van haar ontmoeting, van de eerste volgende keer dat ze Bucky weer gaan ontmoeten. En ze moet nu om een reden weg. Dat gaan we zo biedt zien en de Freya iets vragen. Kun je die van mij thuis laten liggen? Oh, maar de Frank heeft er nog een paar, hè. Zeg, mannetjes, zijn jullie nu allemaal onnozel aan het worden, of wat? Maar allee, Liesje, dat is toch fun? Dat is toch fun? Fun. Ja. F-U-M. Was fun in het Grieks? Ik zou het begon niet weten. Ja, de bedoeling van Liesje is... Dat is pas uitgevonden bij de Romeinen. Fun.
Ja, dus ja, Liesje niet, dat is echt gegoesting in. En dat is eigenlijk effectief hoe dat... Ja, je leeft je daar wel ook in, hè. Als je zoiets ziet, hè, je weet niet wat dat gaat eindigen. In een groep, je ziet zoiets ontstaan. Maar ja, meestal doe je mee, Eileen, dat weet ik wel. Maar je kunt dat toch hebben ook, dat er geen zin in heeft. Ja. Ja, ik doe meestal wel mee, maar ik kan soms ook, als zo de leider zo... Als ik die echt niet kan uitstaan, ga ik echt niet meedoen. Dan ga ik toch ook proberen een alliantie te vormen. Ja, maar zo echt vlak af zijn heel allemaal zot geworden. Nee, dan ga ik echt zo de mensen gaan uitzoeken die hem dan ook irritant vinden of zo. Of haar irritant vinden. En dan ga ik dan zo zeggen van, oh, wij doen niet mee, hè. Zo ben ik wel een stoker eigenlijk, ja. Het is wel kantoormedewerkers zien dat dan zo zitten met een klaksken op hun kop, dat heeft wel iets vrij office-achtig in één keer, vind ik. Ja. Dat is toch zo wel Amerikaans natuurlijk, hè? Ja, het is echt Amerika, hè. Zo. Maar ook, volgens mij kon het toen ook zo niet gemakkelijk dat laten maken. Nu is dat zo, ja, je kunt het overal laten maken, hè, maar... Ik kan me nog herinneren dat ik zo een keer in 2009 een t-shirt moest laten bedrukken en dat ik echt van zaal zaten naar Reclo moest rijden om dat te gaan laten printen. En Thailand is nog vroeger, dus... Ja, ze hadden natuurlijk wel een team. Was dat niet echt iets van... Is dat echt daarom zo een beetje Amerikaansig? Nee? Omdat het van ver kwam? Nee. Ja, nee, omdat dat zo hier zo niet echt gedaan werd. Zo'n personaliseerde pet of zo, ik weet niet. Van een bedrijf wel of zo, hè, maar zo iets kleinschaligs. Waar ik kijk zo... Ja, mee. Maar Bucky heeft natuurlijk zijn contact, hè. Ja, dat wel. Hij heeft ze zo gezegd mee van de States. Ja, dat is ook iets achteraf met terugwerkende kracht. Weten dat hij dat dus effectief ook naar zo'n bedrijf is gegaan, hè. Ja, dat echt. Zo. En dan zo extra te veel, hè, om dat dan zo lijken. Hè, dat zijn verhaal zou kloppen, ik heb dan een hover. Ja. Maar hij deelt ze dan zo wel uit. Oké, ja. We gaan verder met hoe dat hier gaat met die groep. Voor het groepsgevoel, hè. Oh, er is hem, zeg. Ja, wat Alain dus zegt van voor het groepsgevoel, het staat wel de naam van één persoon op, hè. Dat is toch geen groepsgevoel? Strijdig. Ja, team. Team staat er ook op, dat is waar. Ja, hij geeft een beetje bij. Hij zegt van, ik ben degene die jullie aan elkaar gaan binden. Ja, dat zegt hij eigenlijk. Moest er nu een hop staan, Bucky's bitch of zo? Ja. Oh. Oh, we hebben dat ook nog gebruikt, die term bitch op de... Ja. Dat is een beetje de hip-hop. De hip-hop, ja, we hebben ook gezegd, onze baas heeft altijd een bitchje nodig. Ah, ja. En Bucky komt nu al binnen, dus dat is wel een heel ander ding. Van dus seizoen, aflevering 1 van het tweede seizoen zag de Bucky maar op heel het einde. Aflevering 2 komt Bucky ergens halverwege de aflevering binnen. En geraakt hij maar tot zelf niet bij Michel. Dus nu moeten we hopen, zou hij wel bij Michel geraken, hè? Nee? En, maar ja, daar is hij dus. Dag, Bucky. Oei. Bucky is op de vloer. Waar, Frankie? En Lantrie, Alain staat erbij. Zo, te veel informatie, hè. Oh, ik denk dat hij zo op dat scherm, paf, met die pet op. Dat is toch zalig. Maar die suspense, hè. Bucky op de vloer. En direct met die klok. Oh, echt. Ja, hij ziet er wel echt... Ja, hij gaat op schoolreis precies, hè, Frankie? Ja, en ook even hoe arrogant kunnen zijn. Dus ze heeft dan zo'n pet cadeau. En dan zeiden ze zo gezegd, oh, ik had er nog liggen. Hier moet ik dat hebben. Maar... En dan zetten ze dat op en dan zie je dat. En de eerste keer dat je dat ziet, zeg je gewoon oei. Het is juist een oei, hebben ook gehad. Ja. Ben ik de enigste mens die vindt dat het er eigenlijk gelijk Michael Moore bij staat daar? Oh ja! Frankie, ah ja, zet met hem, de klok. Zet hem een bril op en het is hem. Ja. Ja, dat is direct Amerikaans. Net direct veel link met Amerika, hè. Doe die klokjes. Just nog zo witte sportschoens. Oh ja, dat heet hij niet, hè, de Frankie. Oké, okay, ja, en Michel komt er helemaal in de stress van, hè.
Oké. Dank je wel. Dat is zo flauw, hè. Doe toch mee. Toch, en nu zien we heel veel gebeuren in een paar shots, hè. Dus we zien Michel naar zijn bord lopen. We zien in dezelfde schwung zien we dan zo Frankie binnenkomen. Allee, terug naar zijn bureau en dan vies worden op Guido dat hij niet meedoet. Ja. En loopt Michel naar zijn bord en daar staat een heel nieuw bordschema op. Is het moment om er nu al een keer door te gaan? Ja, mocht hij. Ja, ik heb dat volledig, ik heb dat shot per shot juist moeten bekijken, maar ik heb het wel Hans uitgetekend gekregen. Dus, ja, dus het vorige schema hadden we dus altijd serieus zitten schuiven met iedereen, hè? Met alle personen. Van, en die stonden allemaal zo wat wisselend op een heel overzicht met pijlen en doen. En hij had zo sommige wat taakjes afgenomen, andere taakjes bijgegeven. Hij was veel meer micro aan het micromanagen toen. Maar nu heeft hij een ander bordschema gemaakt dat veel groter is eigenlijk. Eigenlijk wat hij de rol van de administratie eigenlijk wil veranderen in heel Sinalco. Dus hij heeft, ja, op een of andere manier, hij is nogthans vorige aflevering redelijk vernederd geweest door Bucky, maar toch heeft hij een of andere ambitie gekregen om zich nog wat meer te laten gelden. Dus er staat zo een gelijk aanteken met een streep erdoor, dus dat wil zeggen verschillende. Hè? Verschillende productieunits. En dan staan er drie pijlen naar beneden en een druk letters overkoepeling. En dan nog een pijlje naar beneden. Administratie in een kaderke. Dus paf, dat doen wij, hè, man. Wij gaan de overkoepeling op ons nemen. Wij gaan zorgen dat alle verschillende productieunits die er zijn, dat die toch op één gestroomlijnde manier kunnen behandeld worden. En dan besplitst hij administratie terug op. Met vijf pijlen doet hij dat. Namelijk magazijn, stokbeheer, import, export en productie. Dat splitst hij er allemaal in op. Maar magazijn en stokbeheer staan omcirkeld. En daarvan zegt hij meer controle. Bij import... Wat zei je? Dat zou zeggen. Meer controle. Ja, magazijn, stokbeheer, meer controles. Import, export en productie. Daarvan zegt hij met twee pijlen. Ik weet niet goed waarom hij daar twee pijlen gebruikt. Interne communicatie. Ja, en dan komt die meer controle met twee pijlen. Staat er ook naar beneden naar die interne communicatie. Terug twee pijlen omhoog naar beter beheer. En ook een wisselwerking tussen meer controle en beter beheer. En dat komt dan allemaal samen in het grootste woord, in het rood geschreven trouwens, efficiëntie. En dan, en dan die efficiëntie, dan weer drie pijlen omhoog. Efficiëntie. Hoeveel... Corona. Hoeveel... Ja, ik kan beter nadoen. Ah ja, zonder corona. Ja, dat is waar. Nu zijn je keel nogal aan het forceren, hè, met Michel te doen. Wel, ik vraag me af hoeveel managers dat in het echt eigenlijk zich al gebaseerd hebben op dat bordschema om bepaalde organigram aanpassingen te gaan aandoen. Want het is vrij realistisch, hè? Ja, al die woorden, hè, ja. Nee, maar echt, ik heb van de week nog ik heb echt in een meeting gezeten waar ik echt op zo'n schema's heb gekeken. Het is echt overdreven dat ik echt juist dezelfde week dat bordschema van Michel heb zitten proberen ontleden. En dat ik echt, dat was niet te doen. We gingen uitleg krijgen van een nieuw, een online software ding dat we gingen gebruiken voor ons projecten op te volgen. Maar er moest toch wel eerst wat meer, de visie moest ook uitgeklaard worden. Het ging allemaal verder. Want er kwamen er dan met feedback tussen en die hadden dan ook schematjes gemaakt. Ik heb er u één printscreen van gestuurd, Eileen. Ja, ik snap er de Utah van. Maar ja, het waren toch ook al pijlen en al. Ja. En op... ja, dat zo lucht, vind ik. Ik kan dat niet horen. Ja. Ja, het is wel nodig soms, hè, want ja, ik ben... Maar je mocht daar gewoon niet te lang over nadenken, want dan denk je, over wat gaat dat hier eigenlijk? Ja, het is niet zo bij zo'n ding. Maar nu is het bij ons echt wel een beetje dat er te veel mensen zich er allemaal tegenaan bemoeien. En dat iedereen zit zo wat voorstellen te doen en het wordt ook maar absurder. Kan ja.
Ja, goed. Tot zover. Dus dat is Michel dus van plan. Hè? Dat wil hij doorvoeren. En hij is natuurlijk vrij bezig van wat gaat Bucky ervan zeggen. Hè? Ja. Frankie, ik zet die pet niet op mijn hoofd. Nee, en dat spijtig, Guido, want zo zet jij jezelf buiten de groep. Ah, dat weet ik nog wel. Dat stond wel anders. Terwijl wel in het script, het origineel script van Jan Elen, werd er meer klak gezegd. En uiteindelijk zeggen ze veel meer pet. Ah. Dat was wel anders, ja. Nu wordt er ook nog altijd gewisseld tussen klak en pet. Hè. Dat is zo'n beetje gewoon aanvoelen wie zegt wanneer klak. Klak op. Af. Ja, een klak, dat klinkt zo wat... klinkt iets anders, hè. Ik heb zo'n beetje het gevoel, een pet wordt een klak. Want een keer dat zo wat verslijt en alles wordt wat slapper, dan wordt het een klak. Guido speekselt veel, hè. Allee, ja. Dat is een personage, hè. Speekselen. Ja. En pet is veel speekselt meer speekselt beter, dat is wel waar. Misschien is het daarom veranderd geweest. We zien ondertussen Michel op de achtergrond ook zijn pet opzetten. Zo'n beetje half fier. Wie? Zo half onzeker en toch ook wel een beetje fier. Zo. Michel? Voor komen en zo, hè? Ja. Zo van Stassen wel goed, zo. Hè? Als je een klak opzet, moest je schoen staan. Ja, dan is dat maar zo, Frankie. Pellemans. Guido. Waarom zet je die pet niet op? Michel, ik doe dat niet. Guido. Ja, hij is er. Oh, zijn pet nadoen. Wat beste vind ik dat hij die stift weer pakt, hè? Ja. Dus het moet echt uitkomen like dat hij er nu mee bezig is. Ja. Oh, die heeft dan de hele nacht niet van geslapen. Ja, maar dus als dat wil zeggen dat als Bucky dan zo één kleine opmerking zou hebben op dat schema, dat hij kan zeggen, oh ja, maar ik was er nog aan bezig, ik ging dat ook erop zijn. We hadden ook zo'n baan. Ik had ook alsmaar het gevoel dat ik zo op elk moment, want die liep altijd rond, en poef, die stond in achter u mee te lezen zonder dat het wist. Ik had dat dus nog altijd... Al die jaren heb ik daar dus nog altijd last van. Dat ik het gevoel heb dat mensen meekijken op mijn scherm. Allee, terwijl ik geen foute dingen doe of zo op mijn werk. Maar altijd zo dat gevoel van... Het gaat hier iemand staan, dus ik moet... Als er dan een baas passeert en ik ben bijvoorbeeld niet mee gaan typen, dan voel ik me altijd slecht. Dan denk ik altijd, ah, die beest dat ik niks aan het doen ben. Ja. Dat is een typisch... Ja, dat heeft hij ook, hè. Ze genieten daar ook van, hè, die baas. Zwat. Ik heb ze wel ooit keer een interview met zo'n topmanager gehoord. Die zei van dat een van de opperste genot daarvan was dus op de werkvloer komen, niets zeggen, ergens één papiertje oprapen en dat zo in de vuilbak gooien. De torture. Ja. En die zegt, ja... Uitpakken. Ja, dat je dat nog gewoon zegt, hè. Zo bizar. Dat is zo onmensachtig bijna. Dat iemand verteld heeft dat hij zo'n keer op een feestje, een bedrijfsfeestje was of zo, en dat hij een baas had gezegd van... Ja, het wijst is gewoon zelf niet drinken en iedereen zat zien worden, dan hoorde veel ze. Zo. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat klopt, maar dat is niet wijs. Ja, nee. Nee, dat klopt dat niet zo voor is. De, niet maar voor dat, de die drinken. Nee, maar dat klopt toch niet? Ja, als je dan nu zelf wijst, toch alleen daarvoor? Voor dan te kunnen misbruiken? Ja, zot, hè. Oh, ja. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Die mens kan dat ook gewoon informatief en amusant vinden, hè? Waarom, hè? Vies, hè? Ja. We kijken vaak dus. Nee, Linda, ik heb het tegen Alain al gezegd. Het is niet de bedoeling dat je die pet hier binnen opzet. Oh, sorry, Bucky, sorry, maar ik dacht voor de groep. Ja, dan dacht je verkeerd, oké? Ah. Oh, daarvoor moest ze weg. Ik ga in haar hartje. Ja, kijk, daarvoor moest ze weg om die momenten op te splitsen. Dus dat zij er niet bij is op het moment dat Alain zo tegen zijn ontgoocheling aanloopt. Ja, dat... Splitst is, ja, ik snap het, ja. Ja.
Ah, ja, die oei van dat juist toen mij ook aan wijzen van dat ik dood te pezen. Wat is ook weer een... Het was een stagiair. Die had echt al dagen zitten aankondigen. Dat is raar. Dat ze een keer bij een student kapper of zo ging gaan. En dat die een keer iets heel speciaal ging doen met haar haar. Ah, ja. En dat ze daar vreemd naar uitkeek. En dan... En dan de dag was daar dan. Hè. Ze kwam dan binnen naar nieuw haar toen. En zo echt het allereerste woord dat viel van een van onze collega's was... Oei. Ja, was dat niet zo blauw of zo? Ja, nee, het was echt niet gelukt. Het was een radijs, hè. Het was paars. Ze zat zo een carré-koepje. En dat was zo paars met bovenaan wit. Dus dat was echt een radijs. Ja, maar... Allee, nu hebben ze zoveel... Of, allee, zo 2 jaar geleden hadden ze zoveel met meisjes met zo blauw of groen of geel haar. Maar toen was dat totaal niet zo. Toen was dat mega chockerend. Oh ja, wat wij ook erin tegengekomen. Dat is dus echt ook iets tegengekomen. We kwamen dus toen op het werk. En zo op verschillende plaatsen op de kasten stonden er zo lelijke groene vegen en zo. En zo, zo groene handdrukken en al. En dan liep ze verder en dan zat er daar een stagiair met groen haar. En het kwam af en haar handen waren ook hans groen. Wat? Dat is ook een gebeurd bij ons. Nou, ging dat af? Dat ging af, ja. Die had dan haar die een dag geverfd. Oh. En dat ding dan ook op de kasten. En wat ging makkelijk af, hè. Dus, allee. Om van trauma. Ja, dat is wel gênant. Ja, oké. En even gênant is het voor Linda, hè. Inderdaad. Want... Ja, hij is nogthans heel braaf gestegen haar. Hè? Hij zegt het heel vriendelijk. Ja, maar meteen een blik alleen al. Maar hij geniet van het gevoel dat hij haar geeft. Hè, nu. Een blik zegt meer dan 1000 woorden. Ja. Hier, nog één. Hier nog één. Dat vind ik echt weer een van de wijste Wim Opbroek acties. Zo. Ja, 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 ja. En ze zitten wijzen en al. Dat is waar. Een en al enthousiasme, ja, zo. De glorie voor de val, zijn er ook schone Griekse woorden voor? Hubris? De hoogmoed komt voor de val. Ja, daar zit Frankie wel echt in. Frankie, het is niet de bedoeling dat je die pet opzet. Ah, nee? Nee, ik zou graag hebben dat je ze afneemt. Natuurlijk, Bucky, mijn excuus. Ja, maar je moet je niet excuseren. Je hebt een initiatief genomen, alleen het verkeerde. Hè? Ja, in dat... Ja, echt zo door de eik. Dat is echt vreed als je weet dat hij dat zelf in gang heeft gestoken. Hè? Ja, dat is super erg. Hè? Guido staat er dan zo te zwaaien. Alleen zit te zwaaien van weg, weg, weg. Ja, alsof dat Bucky blind is. Want hij zit gewoon naast... Frankie. Ja, als je dat overact, soms is dat zo van... Allee, pijzen die nu dat hij dat niet ziet of zo. Maar dat is te wijzen eraan natuurlijk, hè. Ja. Zo het deurencomedie-onderdeel, hè, dat we hebben daarbij nog altijd. Zo met dat raam dat daar dan zit en ze horen elkaar niet, maar ze zien elkaar wel. Bucky wordt ook bij iedere keer ietsjes nijdiger als hij dat zegt. En dus, oh, ik vraag mij weer af, maar ja, dat is gespeeld, hè. Je weet dat, hè. Dat is allemaal doordacht, hè. In dat geval, als u mij toestaat, ik heb nog een initiatief in mijn hoofd, maar misschien is het beter dat we dat eerst bespreken. Directe Frankie, ik ga eerst even naar Michel. Ja. Hey, en daar is Sammy. Die staat ook zo klaar. Lekker marionetje. Ja, maar Sammy met die klak, dat is nog wel het zotste zicht, vind ik. Ja, maar die staat zo op zijn hoofd. Ja, zo vrij hoog. Hij heeft al een langer hoofd dan de rest. En dan zet hij dan ook zo lekker espress hoger. Zo. Ja, dat is goed, hè. Zo, ja. De fietshelmachtig een beetje. En hij was zo cool. Hij staat zo wel zo geplooid met zijn been. Hey. Hij is de eerste keer dat we een bakkie horen zeggen ook. Want hij zegt dat zo anders, hè. Zo'n beetje gelijk Jan Bekoos zaliger op het nieuws. Herinnerde Jan Bekoos, de nieuwslezer?
Ja, en ik, ja? Ik wist niet dat het zaliger was, trouwens. Ah ja, nee, ik weet niet of dat die mens nog leeft, maar... Ach, je zegt gewoon al zaliger. Ja, dat ook. Ik, ah, ja, okay. Ik probeer voor te zijn op mijn tijd. Maar die mens had zo'n ongelooflijk nadrukkelijk Engels accent, hè, zo van... dat, ah ja, ja, dat, ja, ik snap het. Ja, een bakheel. Een bakheel op plaats, zoals ze zo'n in gezegd. Ja, ik wist niet dat tijd was, maar die, inderdaad, Pas, was ja, zo'n ja, die... Jan was... Bekuis, ja. Die is niet... Nee, hij zei, oh ja, bedoel. Zijn Engelse termen zijn dood of zo. Hij is niet zo actief meer. Nee. De Dow Jones of zo was het dan. De Dow Jones. Dat is zo die ding. Dat is zoiets, ja. Ja. Oké. Sammy komt zo een keer zwaaien. Die pijltjes uit in zijn kop en die een... Die een gsm, dat is ondertussen blijkbaar wel geregeld, want daar wordt niet meer gemeld bij Sammy. Bakkie. Zeg maar, mannetjes. Oei, wat? Zet die pet af. Ziet het wel? Ik heb het gezegd, ja, het is goed, ga dan maar aan een andere hol gaan keffen. Bakkie, had mij daartoe verplicht. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Een roep naar tieren. Wat zo... Allee, die regieaanwijzing, dat is ten gewoon om te luiden te roepen. Ja, het is opbouwend, hè. Het stond één keer minder in het script, dat weet ik ook nog, ja. Ja, is het echt? Ja, allee, dus... en uw lievelingsquote is gevallen. Ja, ga maar een ander zijn hol gaan keffen, ja, ik weet het. Wel, lievelingsquote, ja. Het is al sinds één die ik heb opgepikt in het eiland. En die ik, maar nu durf ik het niet meer. Zo, nu heb ik al iets te veel mee tegengekomen. Maar dat ik die quote gebruik... maar eigenlijk niet door heb dat die kwik nu grof is, maar gewoon omdat het uit Thailand kan, mag het. Ja. En dan, ja, en dan val ik in, ja, dat mensen dat vrij grof vinden dat ik dat zeg. Dus ja, dan, ik vind dat wel een vrij wijze, hey, het past perfect, hè, daar. Dus zo, en anders, ja, Kevin, dat doen ze, want Sammy en Frankie, dat zijn de twee personages met het meest dierlijke... Huh? Gedrag, hè. Geluidjes en sluipen en kwispelen en ja, keffen, hè. Dat doen ze. Als ik... ja, ik ga soms met... Ik heb zelf geen chihuahua, maar ik ga soms met een chihuahua gaan wandelen. Oh, nee, dat is eigenlijk slecht voorbeeld. Dat... Maar dat is nog niet heel braaf. Dat is nog niet heel braaf. Maar ja, gewoon andere hondjes dat ik tegenkom, dan is dat... Dat is zo, hè. Want dan, zo twee, hè, komt dat dan zo tegen. Zo twee mensen met een hond en die beginnen dan zo... En dan... Dan moest Bucky dat op de hoogte ook beginnen roepen. Anna! Kom eens hier. Allebei. Dat is geen manier van doen, oké? Okay. Ja. Hey, wacht. Wat, hè? Zij, Bucky. Wat zei Bucky? Bucky zegt zo vrij rustig, dat is geen manier van doen. Wat zei hij daar? Ja, maar... Dat heb ik niet gehoord. Nog nooit gehoord. Ja, ze hebben ze nog... ja, oh, ik heb daar ook dingetjes, dat wat hij daar staat te fluisteren en al. Maar dat is toch ook echt kleuterspeelplaatsachtig nu. Hetgeen dat hij krijgt. Gelukkig, ja. Zo een keer bij u roepen zo. Kom een keer alle twee. En dan eigenlijk, dan gaat hij gaan hurken, dan gaat de juf of de meester gaan hurken, hè. Ja. Ja. Was dat nu echt nodig? Om zo een keer te praten. Dat doet hij nu ook zo. Allee, maar Guido ziet zijn momenten. Ja, Guido grijpt... Ja, daar verdient het ook, hè, dit. Want het is zo'n beetje... Michel blijft in zijn houding, hè. Oh, die telefoon, dat kan er niet meer bij, jong. Nee. Dat is helaas wel een gedateerde scène nu, hè. Nu kun je chatten en al, en ja. Ah, oh. Ja, dat is echt een van de eerste, vind ik, dat echt alleen gedateerd kan zijn. Ja, ik weet het niet. Al sinds dit... Oh, iedereen heeft daar trucken voor, toch, nu? Nee? Ja. Voor zoiets? Tuurlijk. Ja, onhandig blijven het wel, hè. Als je zo tegen iemand iets wil zeggen die in de ruimte is, terwijl een ander niet mag horen. Ja, dat is ook. Maar nogthans, sms bestond toch al in die tijd? Ja, maar hij had dat niet bij, hè. Zelf een toets doen en zo. Maar anders... Een letter had. Je kunt zelf een mailje sturen. Guido kon ook al een mailje sturen, maar heel de
pet niet op in de titel, hè. Dan kon Michel dat zien, maar Michel staat aan dat bord, heeft zijn gsm niet bij, heeft... Ja, dan niet. Nu wel, hè. Nu kijkt hij overal op uw gsm, hè. Ja. In die tijd, 2005 was dat, dat was toen, dat is vrij raar, dat was toen onbeleefd om met iemand bij u op uw gsm te kijken. Ja, dit had ik. Ik vind dat altijd onbeleefd. Ja, minder. Ja. Ja, ik vind zo smartwatch. Dat vind ik vreed. Ja, ja. Eén keer terwijl je aan babbelen bent, gewoon zo op een horloge kijken. Ja. En dan denk ik, hallo. Dat is eigenlijk ook nogal het onbeleefd. Hè? Ja, terwijl dat op een smartwatch niet noodzakelijk het uur ziet, maar bijvoorbeeld wel, weet ik veel wat, uw hartslag of... Meneer, zal u berichten, hè. Of uw berichten, ja. Dan zit ze zo mega lang naar de horloge te kijken. Oh, ik haat wel. Zwat, ja. Ja. Ja, Michel lost, Guido lost het zo op door daar te gaan zitten bellen. Trouwens, Bucky staat dichter bij die telefoon van Michel dan Michel zelf, volgens mij. Dus die hoort toch ook die telefoon afgaan bij Michel. Bets, pik niet op. Wat, hè? Pik niet op. Zet je pet af. Pet niet op, zet je pet af. En dan... Ja, dan met overduidelijk ertussen gemonteerd dat Bucky erin geslaagd is om... Ja, Sammy en Frankie tegen elkaar te doen babbelen en daar zelf in te onderhandelen en toch tegelijk heel dat ding ook gale te slaan. Het is echt een leraar, hè? Dat voor de klas staat, dat zoiets een conflict aan het oplossen is en ondertussen de klas in de gaten. Ja, een leerkracht moet toch ogen op zijn, hè? Rug hebben. Rug hebben. Ja, en dat heeft Bucky, hè? Ja, ja. Guido. Hey, hallo, dag Bucky. Aan het werken? Ah, ja, ja. Was dat Michel? Oh, hoe zeg je nu? Was dat Michel waarmee dat je getelefoneerd hebt? Ah, ja. Ah, en nu is het zo kende dat echt zweet op Guido zijn rug. Dieren instant. Ah, of zo in zijn vingertoppen, zo. Pff. Ja, en zo achter je oren warm. Ken dat? Ja, wat precies. En je ziet het ook aan alles, hè. En dan nu kan ik er nog enigszins mee uitlullen? Dat weet hij niet, hè. Kijk, en zo moest ik nu Guido zijn. Het eerste wat ik ook zou denken... Allee, zou checken is, welk scherm heb ik hier nu op staan? Ja, maar ik denk dat Guido dan nog redelijk safe in is. Allee, niet dat ik constant andere dingen aan het doen ben, maar ja, lees toch ook wel een keer iets... Maar soms wel. Of we zitten ook wel een keer aan het kijken naar een tweedehands fiets of zo, ik weet niet. En dan denk je van, ik had juist de scherm opstaan. Ja, maar ja, Bucky is al even op de vloer, hè. Ja, dat is dus ook daar, wel. Dus daar zit al op, allee, daar zit al een beetje voorbereid, hè. Ja. Waarom? Ik moest nog iets vragen. Wat? Zo rap. Dat is echt hoe dat Guido nerveus maakt, hè. Dus hij heeft zijn zin nog niet afgerond. En hij zegt al, wah. Dat is eigenlijk een beetje wat we gevraagd hebben naar Frank Fokkentijn vorig jaar. Hoe dat zou geweest zijn, moest Guido nog altijd de baas geweest zijn en dat Bucky baas kon spelen over Guido. Dat dat gewoon niet lang zou geduurd en dat dat maar een dag zou geduurd. En nu zie je dat, hè. Ja. Ja, 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 en hij weet hem zo te destabiliseren. Maar hij drijft hem dus wel naar Michel toe, dat vind ik nog altijd opvallend, met dat nu zo te analyseren. Hij drijft iedereen weg van Michel eigenlijk, door ja, wat sympathie en wat vertrouwen te winnen op heel die vloer. Naar hem toe, naar Bucky toe. Maar Guido stoot hij af en duwt hij wat richting Michel. Kijk, hij zorgt er ook voor dat weer gebeurt. Dat Guido zo belt naar Michel en zo. Ja. Zet hem zijn pet op, Guido. Ja. Guido, kijk zo. Wat? Sorry. Ik denk. Had hij zijn pet op? Ja.
Ik heb gebeld, maar ik zou het misschien toch moeten weten. Maar ik kan ook gewoon antwoorden dat hij zijn pet op had, zonder dat ik weet waarom dat hij mij dat vraagt. Zo wil hij het laten overkomen. En gewoon me waarschuwen dat hij niet op moest. Ja. Oké. Okay. Oh, betrapt. Dan tegen Frankie zou hij zeggen, loyaliteit is, wat zegt hij, is schaars, maar ik ben content dat ik u mag ontmoeten. Of zoiets, zegt hij. Ja, het was anders, maar ja, ik snap. Allee, wat wordt gebruikt? Loyaliteit is zeldzaam. Ja. En ik ben blij dat ik mensen als u toch nog kan ontmoeten. Zo, hè? Nu zit ik dichter, hè. Ja, ja, ja. Maar tegen hier zegt hij, oké. Okay. Onze baas deed dat ook wel soms, hè. Ze gewoon random iets vragen. En dan... Ja, ja, ja. En dan moet u er precies zo uitlopen, dan antwoordt hij gewoon, oké. Okay. En wandelt hij, met dat loopje weg, hè. Ah, vreselijk. Wat zitten daar met 1000 vragen? Dat is eigenlijk zo'n beetje het equivalent van die mensen die dat papiertje op de werkvloer opraapt en dan zo veel betekent in de vuilbak gaat gaan smijten. Ja, dat is waar. Oh. Okay. Frankie, wij zien elkaar direct. Hey, Bucky, hallo. Kijk, nu zijn we toch 3 minuten in de aflevering en Bucky is binnen bij Michel. Daar zaten we nu eigenlijk al voor de aflevering heel net op te wachten. Dat is niet gebeurd. Eindelijk. Ja, de vorige keer heeft hij daar rondgelopen en heeft hij dan uiteindelijk Michel naar hem toegeroepen. En nu moet Michel blij zijn. Dus dat heeft hij ook expres gedaan. Dus een beetje die suspense erin gestoken. Dat Michel echt blij is dat Bucky daar is. Want we hadden het er heel de tijd over dat de rest eigenlijk een beetje bang is, omdat Bucky daar rondloopt. Maar Michel moet, ja, die is echt content, hè. Reveal. Van, hoe zijn het? Relief, sorry. Dag Michel. Oh, dat is spijtig. Wat? Wilde dat er een paar mensen hun pet opgezet en dat deed mij plezier. Ik had gehoopt dat jij erbij was geweest. Oh, maar zang dier, hè. Ik kan ze direct opzetten. Nee, laat maar zo. Geen... Schitterend. Dat is echt mindfucking, maar hier kan hij beginnen door de mand te vallen, hè, Bucky? Daar kunnen ze over babbelen, hè. Dus ja. Guido van Michel zegt, ja, je moet die pet niet opzetten. Bucky zegt dan van, waarom ben je nu je pet niet op? Ik zou dat leuk vinden. Ja, ik snap het, ja. Stel dat hij van de vloer is en dat Michel een beetje opener is en daarover babbelt. Hoe het hem heeft hij dat zo gezegd? Oh, ja. Nee. En dan ben ze te bezig dat ik dat nu verkeerd verstaan. Of... Ja. Probleem. Blijf daar maar, Michel. Wat ze dan doen? Ah, ik deed je uitwerken. Dat is precies Winnetou die aanvalt. Hoe zegt u? Winnetou, zoveel pijlen, jong. Ah, zo, ja. Winnetou. Dat is toch ook een wat al wel lang... Dat gebruiken we veel, hè. Ja. Alleen heb ik een indruk. Ja, van als we een schema hebben met veel pijlen en zo, of als er ergens iets te veel pijlen gebruikt, wordt er altijd gezegd Winnetou. Ja, dat zijn ze van die opmerkingen dat iemand geeft die hem beter voelt. Zo, en dan wordt er sowieso gegarandeerd gelachen, want je moet lachen met de moppen van de baas. Zo, ja. Ik doe dat wel niet. Ik sla er wel slecht figuur mee soms. Ja, ik wist niet dat hij baas wordt. Ja, lachen met de moppen van de baas. Ah, lachen met de moppen van de baas, ja. Maar ja, ik dacht dat het nu wel ook snapte, maar ja, nu, ja, nee. Ah, nee, moppen maken, wat ik hoop dat ze mee lachen, dat weet ik niet. Ja, doe ik dat? Ja, wel zeker. Ja, ja, ik doe dat constant. Daarom ben ik Sammy, hè. Zo triest. Ja. Nee, ja, ik lach er dan zo wel niet mee. Met zoiets zoek ik niet lachen. Ja, ik zou blokkeren eerder bij zoiets. Ja, Winnetou. Weet je wie dat Winnetou is? Ik weet dat eigenlijk niet. Is dat geen oproofd? Is een indiaan, hè? Ja. Winnetou was een indiaan. Van zover ben ik nog, maar... Van in de Karl May-boeken, denk ik. En Karl May was volgens mij cowboy en indianenboeken van de generatie die nog schist een oorlog meegemaakt heeft.
Dus ik denk de generatie van jullie grootouders, wacht, ja, zoiets. Een roodhuid. De roodhuiden, ja, ja, toen dat dan nog een acceptabele term was. Dat, en in Lichtervelde heb je ook Western Club Winnetou. Ja. Ik denk, is dat niet waar dat dingen is opgenomen, undercover? Dat lijkt zo. Ik zit daar niet in. Dat is een range, maar ik weet niet waar. Wel op. Schoon, hè? Ja. Winnetou, ja, ja. Dat moet je nu toch eens uitleggen aan een simpele leek als ik. Oh, maar ik zou u geen leek noemen, hè? Nee, dat moet jij ook niet, maar je moet het mij wel uitleggen. Max Spalk is een top, hè. Maar ik vind... Hier is het een beetje een throwback in naar aflevering 1. Vind ik van het eerste seizoen. Dus hier zegt hij zo, dat moet je nu een keer uitleggen. Dat toen Michel zelf dus ook tegen Frey, hè, van dat begrijp ik nu een keer niet. Hoe kan die een perforator nu kapot zijn? Dat is juist hetzelfde. Ja, dat is waar. Ja. Dus hij krijgt eigenlijk op ja. Zijn 9 dingen op zijn bord. Ja, want dat is juist geen dat ik er wijs aan vond. Hè. En ja, ik ben de eerste keer dat ik dat zag vrij lang meegegaan. En dat ik dat allemaal wijs vond dat Bucky dat deed. Gewoon om die Michel een keer met zijn eigen vuile trucken terug te pakken. Je hebt 5 minuten vanaf nu. Zelf met een vingerknip, maar niet in beeld. Vind ik nog wel wijs. Dat is dus achteraf opgezet in een vingerknip. Ze van, ah kijk, we gaan Michel hier een vingerknip laten doen. Vind ik ook vrij goed gedaan. Mooi, hij krijgt zijn 5 minuten glorie. Zijn eerste... De hele nacht door heeft liggen woelen in zijn bed. Sonja van bed. Michel ligt nu stil. Ja. Ja, import, export, productie, stokbeheer. Het gaat er allemaal uit vloepen, hè? Nee. Oh, ik voel me zo stom. Maar waarom nu? Maar wel, met die pit van Bucky denk ik echt zo naar mij van... Jij ook, Linda. Maar dat is niet waar. Jawel, die was teleurgesteld, Lies. Allee, kom aan, zo'n Linda. Hey. Geen pruilip, hè? En ik denk... Nou, mooie scène. Nee? Ja, zo vrees stom voelen door zoiets. Ik snap dat wel. Ja. Wel, Linda, je hebt wel chance als ze aan een eiland zit, dat ze dat gewoon kan zeggen. Dat ze toch een klein beetje begrip krijgt, een beetje. Dat Liesje daar niet werkt. Wat een hel is dat voor Linda? Ja. Dat is zot, hè? Ja. Misschien of zo... Dat ze daarover zou kunnen praten. Met wie? Anita. Maar ja, die, dat is gewoon ook maar... Die luistert ook maar alleen, denk ik. Ja. Ja, dat is een schoon momentje, ook zo, hè. Geen pruilip, hè. Allee, veel zegt ze niet, hè. Ze zegt gewoon, dat is niet waar. Geen pruilip. Volgens mij dat het eerst als ze gezegd heeft. Maar ja, allee, buur daar toch een beetje op. Alice zit weer met haar gsm te prullen, trouwens. Ik denk dat daardoor de efficiëntie omhoog gaat gaan, niet alleen hier, maar ook in het magazijn en in het stokbeheer. Allee, ik heb daar nog niet mee overlegd, maar dat moet er natuurlijk wel gebeuren. Ziet, hij heeft grote plannen. Hè. Hij wil echt reach out, wilt hij doen, hè? Ja, ja. Hij wil... Mars heeft. Ja, maar hij wil ook echt, ja, hij wil met de andere diensten ook in communicatie, want het gaat hier allemaal niet zo goed, hè? Volgens Michel. Ja, we zijn hier nu al even bezig. Bijs dat we het hierbij gaan laten. Ja, want... Michel is zijn uitleg gedaan. Maar, hebt u kranig gehouden, Eline, ondanks de... En had ik wel hoestbuien, maar het is lekker overgegaan. Ja. Ja, ik ben vrees zuid geworden. Corona heeft van mij een echt zuid gemaakt. Hallo. Ja. Ik ben Hans Week samen met mijn kinderen gaan slapen. Ja, nog vroeger, want hij slaapte eigenlijk al vroeger. Ja. Ja, 9:30 of zo. Goh, Gert. En echt moe, hè? Ja, ik zie aan het zaan kwijt. Allee, Gert, merci voor mee te kijken. Ik vond het leuk. Ja, ik vond het leuk. Ja. Ja, ik vond het leuk dat we elkaar niet ontmoet hebben. Ook al is het niet in het... Ja, toch wel op een heel klein schermpje, hè? Ja.
Allee, de volgende keer. We gaan dan een keer in het echt moeten. We gaan dan een keer in het echt doen ook. Oké, aan alle luisteraars, merci voor het luisteren. Volg ons op de sociale media, op Facebook en Instagram zitten we, en ook op Twitter. Op Twitter kun je dus ook de Protpot, of Westprotbot ook nog een keer volgen. Je kunt ons ook steunen met een koffietje, hè? Ja, dat klopt. Op buymeacoffee.com/deprotpot. Ja. Niet de prot. nee, dat zijn wij zelf dan. Ja, stuur ons ook een voicemailberichtje op speakpipe.com/deprotpot, juist, hè? Klopt, ja. Klopt. En dan zeg ik bij deze tot de volgende. Ciao, kus.